Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Erwin, het gemeentebestuur heeft de stad onbestuurbaar verklaard. Uw reactie graag. Dat was een van de scenario's die we op voorhand uitgewerkt hadden, dat het zo zou kunnen aflopen. We hebben ons daarop voorbereid. Het is het ergste scenario geworden, waar ik zeer sterk betreur. Maar ook hier ben ik er zeker van dat we uit deze moeilijke situatie gaan komen. We moeten eruit komen. We hebben leden van deze gemeenteraad hebben een verpletterende opdracht om tegen het einde van het jaar een begroting te stemmen, zien dat er een beleidsplan is en zien dat we de besparingen die er hoe dan ook moeten gebeuren, er dienen aan te komen. Sowieso hebben we die opdracht. Ook je eigen partij heeft het vertrouwen, felk in u persoonlijk opgezegd. Niet enkel Siegfried Bracken is een stouterik, is nu N-VA Turnhout ook een stouterik? Die woorden die ga ik overlaten aan de hogere partijoverheden. Degenen die buiten de lijntjes gekleurd hebben, die wisten op voorhand wat hen te wachten stond. Ik neem aan dat er ondertussen vanuit de hogere partijorganen een perscommuniqué is verschenen waarin duidelijk een beslissing genomen of waarin zou kunnen staan wat de beslissing is van de partijtop. Is er al een beslissing genomen? Ik neem het aan, want zij waren op voorhand verwittigd dat zij uit de partij zouden gezet worden wanneer dat zij de meerderheid niet zouden volgen, wat dus gebeurd is. Dus een bemiddeling is hier eigenlijk ook niet meer aan de orde, enkel formeel? Een bemiddeling binnen de partij denk ik niet meer. Die is weken aan een stuk is die gevoerd in heel opbouwende mate. Dat mag eigenlijk wel heel sterk beklemtoond worden. Ook op heel vriendschappelijke basis, maar wel met duidelijke acties en klemtonen. Dat heeft niet mogen baten. Kijk. Hoe ziet u het nu zelf verder als persoon en als partij? Ik ben nog altijd burgemeester, dat heb ik altijd verklaard. En ik blijf verder werken voor de Turnhoutse bevolking. Ik heb, hoe dat de kaarten nu ook liggen, ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik zal die opnemen. En de volgende weken en maanden gaan de gemeenteraden, colleges, commissies, fractieleiders overleggen en dergelijke meer. Blijft gewoon verder gaan. De bevolking van Turnhout heeft hier een gemeenteraad gemandateerd. Wij moeten blijven verder werken voor die bevolking, voor de man en vrouw in de straat, voor de Turnhoutse Bink. Dat is onze verantwoordelijkheid en die moeten wij opnemen. En gaat u dat nog hard kunnen maken? Wij moeten dat hard maken. Ik niet alleen, dat weet ik ook al, maar ik ben nu eenmaal de voorman. Ik ga het blijven doen. Ik zal het voortouw nemen. Wees daar maar gerust in. Was dit een beetje de chroniek van een aangekondigde dood? Wiens dood? Die van u persoonlijk of van de meerderheid? We zullen nog zien hoe dat het loopt natuurlijk. Hè. Want ik ga niet vooruit lopen op wat de gouverneur hier komt doen. Zij gaat een opdracht krijgen van de minister of van de Vlaamse regering. En het is nog maar de vraag hoe dat die bemiddelingsopdracht zal verlopen. We kunnen eruit geraken, we moeten eruit geraken. Afhankelijk van de beslissing dat de Vlaamse regering neemt, kan het goed zijn dat de gemeenteraad een nieuw college moet stemmen. U toont zich weerbaar. Had u dat niet wat vroeger aan de dag moeten leggen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me in alle omstandigheden correct heb opgesteld naar iedereen toe. Ik heb het daar juist ook nog gezegd tegen een aantal journalisten. Je zal me niet kunnen betrappen op tijdens de eerste 6 maanden van niet correct geweest te zijn tegen gelijk welk raadslid in de raad, zowel meerderheid als oppositie en zeker binnen mijn eigen partij. Ik heb nooit een onvertogen woord, of hoe je dat ook mag noemen, in de mond genomen. Ik ben altijd correct gebleven. En dat is nu eenmaal mijn aard. En we moeten binnen deze gemeenteraad moeten we proberen een meerderheid te vinden die het uitzinkt tot binnen 6 jaar. U gooit de handdoek nog niet? Ik gooi geen handdoek. Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bing It. Just Blink It.